Oh, dit is het wel hoor. Oh, wat de... Wat doen we? God, het is echt zonde. Goedemorgen dames en heren, welkom bij weer een gloednieuwe vlog. Ik sta hier vandaag met Gijs in de living. Want, wat vind jij van deze muur? Veel te wit. Kaal, hè? Daar moet iets op. Daar moet echt verandering in komen. Ik ben er helemaal klaar mee. Deze muur is veel te kaal. Dus. Oeh, verf. Rode verf. Wat gaan we toch vandaag eruit steken, man? Oh, dat zullen ze wel willen weten. Ja, mensen, ik heb weer een gek idee in mijn hoofd en ik moet het uitvoeren. Ik weet alleen niet wat de reacties gaan zijn van de mensen, want Bo weet het niet. Ja, mijn mama weet het niet. Mijn oma en opa weten het niet dat ik dit ga doen. Dus gaan ze boos zijn? Nee. Nee, want we hebben een heel cool design. We zullen het eens even laten zien. Gaan we het nog niet laten zien? Blur dat gewoon. Laten zien in blur. Ja. We hebben hier al een beamer met een mooi daar iets gedesigned op de computer. Dus we hebben al even bekeken hoe het eruit ziet. Wacht, we gaan het eens even aanzetten. Oh, dit is het wel hoor. Dit is echt nice. We hebben het even geprojecteerd. Doen. Wat denk jij? Oh, doen. Het valt even uit, maar... Doen. Doen? Niet twijfelen. Spannend. Dames en heren, we zijn half België rondgereden voor verf te gaan kopen, want het is vandaag zondag, dus bijna geen winkels zijn open vandaag. Dus, maar we zijn nu aan een winkel en deze is open. En hier is goedkope graffiti of verf. We weten nog niet goed wat we gaan doen, dus we gaan eens kijken. Trouwens, als jullie BFAM merch willen winnen, want ik heb hier de hottest merch in de game aan vandaag. Als jullie een hoodie willen winnen, dan het enige wat jullie moeten doen is... Wat moeten ze doen om deze hoodie te winnen? Wat was dat weer? Dat was hij gisteren. Stemmen op de Jamies. Ja, stemmen op de Jamies. Dus ga gewoon naar de Jamies.be, stem op mij, BFM voor videomaker van het jaar. Screen record dat met uw gsm, dat je stemt op mij, stuur dat naar mij op Insta en wie weet maak je kans op een hoodie. Maar goed, we gaan uitstappen en even kijken wat we kunnen kopen hier. 1 hour later. Zo dames en heren, we zijn weer thuis. We hebben de spullen gevonden die we nodig hebben en we zijn maar meteen aan de slag gegaan. Kijk eens, we hebben hier... De zetel helemaal weggedaan. We hebben hier weer doeken gelegd voor natuurlijk de vloer te beschermen. En natuurlijk de zetel weg voor de zetel te beschermen. Gijs is al begonnen met aftekenen, want zoals jullie weten... Oh, wacht, ik sta hier vol in dat licht, dat is niet goed. Zoals jullie weten is het redelijk snel donker deze dagen, dus we gaan snel beginnen met aftekenen en verven. We hebben ook graffiti, misschien voor de touch en zo, voor de afwerkingen. Maar we gaan het voornamelijk doen met verf, zodat we zeker zijn dat het er nice uitziet. Want graffiti, ik weet niet of het er dan professioneel mooi uit gaat zien. Maar voor nu, het design dat we hebben ziet er heel nice uit. En als dat het resultaat gaat zijn... Wauw. Terwijl Gijs dus al bezig gaat met het aftekenen, ga ik even in de studio een paar spulletjes halen voor timelapses te maken en zo. En holy shit mensen, dit is echt een crazy idee. Ik ben heel benieuwd hoe het eruit gaat zien. Ik heb een beetje stress, want het blijft mijn muur in mijn living, dus holy shit. Yo mensen, ik ben zo zenuwachtig voor de reactie van gewoon iedereen. Dit is toch insane wat we aan het doen zijn. Gewoon met muur aan het verven met abonneren op BFAM. Dus laat de boodschap ook duidelijk zijn en abonneer hier even beneden als je dat nog niet gedaan hebt. Want wie doet dit? Wie doet dit? Welke YouTuber doet dit? Ik hè? Gijs. Ja, dit is toch sick. Ik ga zo benieuwd zijn als het gewoon af is, hoe het eruit gaat zien. En natuurlijk benieuwd naar alle reacties van Bo als hij thuis gaat komen. What the fuck? Ik ga mijn mama video bellen en dit laten zien. Mijn grootouders, dus... Dit wordt spannend. Gelukkig hebben we Gijs, dames en heren. Die heeft gewoon ooit een cursus graffiti spuiten gevolgd. En die heeft het in zijn eigen kamer ook al gedaan. Op zijn eigen muren. Hij heeft heel veel muren beklad in zijn tuin ook. Van een tuinhuis en zo. Dus ik vertrouw erop dat het goed komt. We zijn klaar. Ja? Oké, dan kunnen we nu gaan beginnen verven. Oké, we pakken de verf erbij. We hebben genoeg bussen zoals je ziet. En zwart ook natuurlijk voor de outlines. Dus laten we beginnen. Lekker. Aan u de eer om de eerste verf op de muur te zetten. Oh, wat gaan we toch maar doen? Ik bijk alles op die grond. Oh. Daar gaat hij, de eerste verf. Oh. Wat de... Oh. Wat doen we? Dat is zo'n felle kleur op. Beter ziet het er nice uit, want dat is gewoon mijn hele muur in mijn living. Check dit.
Alright, kijk eens. Het eerste woord is af. Abonneer. Gaat het? Ja. Het staat er gewoon. Abonneer. We kunnen ook gewoon dit laten staan. Zo al volgen. Ja. Nee, er komt sowieso nog de rest bij. Op wie moeten ze dan abonneren, man? Ja, dat is nu de vraag. Hè. Op wie? Waarom staat hier nu abonneer? Op wie moeten ze abonneren? Wie zouden ze moeten abonneren? Mij? En daarom gaan wij hier op BFM er nog onder zetten. Dus let's go. Zo, bijna een uur later en al het rood zit er gewoon op. Kijk eens hoe nice dit eruit ziet. Wauw. Dit is zo vet. Natuurlijk, ja, het zwarte komt er ook nog helemaal bij. Dus we moeten dit even laten drogen. Dan misschien hier nog een tweede keer over en dan het zwart. Dus dit is wel vet hoor, als we verder gaan staan. Mooi joh. We gaan hier even het bos in met z'n tweeën. We gaan even een korte wandeling maken, want de verf moet nu toch drogen. Dus ja, we kunnen beter even stappen zetten. Wat denk jij dat de reacties gaan zijn van de mensen? Doe even Bona. Doe alsof ze binnenkomt. Sende! Zoiets, ja. Ja. Ik ben benieuwd of mensen gaan het heel vet vinden. Of ja, gewoon heel vet, toch gewoon cool. Of ze gaan echt zoiets hebben van Sende, doet je het toch maar allemaal. Dus ja, het kan twee kanten uitgaan. Oké, dames en heren, we zijn begonnen aan de tweede laag van de rode verf. Of toch tenminste, Gijs is al goed bezig. En ja... blijft zo vet eruit zien. Ik ben super benieuwd hoe het er gaat uitzien. Dus je ziet hier aan het potlood. Daartussen komt nog allemaal zwarte verf. Hoe het er dan gaat uitzien. Maar goed, wij gaan nog een beetje verven. Let's go. A few minutes later. Zoals je achter mij ziet, is het ondertussen droog. En zijn we begonnen aan dus de outlines. Of gewoon, ja, hoe noemt dat in het Nederlands? De buitenlijntjes. De buitenlijntjes. Van, ja, van de tekst, dus die gaan helemaal zwart worden zoals je hier ziet. Dus ik ga ook even mijn potje terugpakken met zwarte verf en dan gaan we weer even knallen. En we moeten trouwens gaan opschieten, want Bo kan elk moment aankomen hier, dus we moeten even een beetje doordoen. Volgens mij hebben ze die al afgezet. Ik ga even kijken. Oh my god. Hoi. Hey, kom hey. Binnen. Oh, het is koud. Ja. Waar is er? Wat denk je dat er is? Weet ik niet, waar is er? Kom maar eens kijken in de living. Nee. Vind je het spannend? Weet ik niet. Ik wel. Wacht even. We hebben iets moois gemaakt. Weet je nog hoe we altijd vonden dat de muur kaal was? Ja, oké, wacht. Ik ga even kijken. Wacht hier even. Is dat af? Het is af. Wauw, dit is al heel sick. Oh, nog iets vergeten. Kijk, laatste finishing touches worden gedaan. Hallo? Hallo, zeg Bo. Zit je klaar? Gijs ook hier. Gijs is ook hier. Oh my god, is dat echt? Oh, is dat net? Dat is heel echt. Wow, dat is wel heel... Wow. Sick, hè? Oh, joh, ik had zoveel zenuwen voor. Dat gaat er niet meer af, hè. Dat is echt, dat is gewoon... Dat is echt, hè. Ik vind het wel heel mooi gemaakt. Cool, hè? Wel gestoord. Crazy, hè? Maar dat is, is de boodschap duidelijk, denk je. Wow, beeld is sick, ook ja, het is echt mooi op camera ook. We moeten zelfs de zetel terugzetten, want die staat, ja, zoals je ziet, hebben we ook heel de zetel, zodat we daar niet op marsen. Dus zelfs die even terugzetten en dan kijken hoe dat eruit ziet. Iedereen hiervan vinden? Ik heb echt geen idee. Maar eigenlijk, ik vind het wel mooi voor de sfeer. Het is cool wel, hè? Maar het is ik niet zomaar gesmolder. Ik wist wel dat het idee zat, dus ja. Oké, laten we mijn mama ook even bellen en eens kijken... Kom dan verder staan. Hoe zij gaat reageren hierop. Hallo? Hallo. Doe eens camera. Mama, ik heb uw reactie nodig. Klaar? Klaar? Het is al lang gezeten. Cool, hè? Wie heeft dat gedaan? Ja, Gijs en ik. Ja, echt waar, kijk. Hier ligt nog al de verf en zo. Gijs dan alleen? Ja, wij samen. Wie heeft dat al zo opge... Ja, met een beamer, hè. Ah, oké. Kijk, hè. Ja, nice.
Ja, cool hè? Ja, vet. Oh ja. Oké, ja, zullen mijn oma en opa maar eens bellen zeker? Ik denk niet dat ze nog gaan afkomen, want het is een beetje laat. Dus zullen we maar gewoon video bellen? Goh, is wel spannend hoor. Ik hoop gewoon dat ze het cool vinden. Dat is oké. Hey. Hey. Alles goed? Ja, goed. Ja. U ook? Ja, goed, hey. Goed. Hey. Ik heb vandaag mijn living geüpgrade. Ja, wil je het zien? Ja. Kijk hè. Gevaarlijk. Ja, kijk. De zetel staat hier. Is dat een verf of een sticker? Dat is verf. Amai, wie heeft dat zo getekend? Jij zo'n ik. Oh. Als jij hebt dat met een vinger geproject ofzo? Ja, kijk, daar staat hem nog. Ja. Ah ja. Nu is het hier al iets gezelliger. Ja. Oké. Okay. Tadaa. Tadaa! Nou goed. Ja. Leuke reactie. Enthousiast. Maar het is ook gewoon heel mooi. Ja, en het is ook, ja, het blijft mijn huis. Dus ik doe hier wat ik wil in principe. Maar toch, het blijft altijd zo spannend. Want ik ben 21, dus ik krijg van die gekke ideeën in mijn hoofd. En dan wil ik dat uitvoeren. Dat is niet altijd het slimste idee. Maar bij dit, het blijft, dit is gewoon nice. Het is origineel. Wie heeft het in zijn living? Ik. Oké, laten we nog eens even iemand bellen. En kijken wat de reactie is. Nieuw, het eerste wat ik wil zeggen, want ik was net naar de vlog aan het kijken. Ja? Je bent fucking filmen. Ja, zeg maar. Maar dus, jij had last van je kaak aan de linkerkant, hè? Ja. Ik werd gisterochtend wakker en ik had aan beide kanten zo fucking immens veel spierpijn. Maar weet je wat ik bedoel? Zo echt niet zo... Echt zo als ik wil knabbelen en eten, dat zo doortrekt naar mijn oren. Ik weet niet, bij mij trok het niet echt door, maar ik had zo echt zo hier op die hoeken. Ja. En als ik bewoog, als ik toe was, wilde ik dat niet, maar vooral dat ik mijn mond open deed. Ja, ja. Immense spierpijn was. Dat had ik ook. Maar hey, wees blij, ik heb maar aan één kant, ik heb aan twee. Dat is waar. Hey, maar ik heb even de living geüpgraded, hè. Show me. Wow, dat is echt nice. Vind je dat nice? Ja. Dat is dik, dat is zo. Ja, ik weet waar dat is, hè. Ja, nee, maat. Waar is de living? Bol zit daar. Is dat op de bovenverdieping? Even rap, dat is verf, hè. Ja. Dat is permanent, hè. Ik moet er wel over aan denken, want dat is rood. Wat is er mis mee? Als jij ooit moet dat huis verkopen om dat weg te krijgen, is vies kut. Rood is heel moeilijk om over te verven. Ja, maar ja, alles is mogelijk, hè. Goedemorgen! Goedemorgen. Yes, goedemorgen. Want we zijn een dag verder en ik wil even kijken hoe het dan met zonlicht en daglicht er dan weer bij staat. En kijk eens hoe nice. We zullen zelfs even de lichten aandoen. Boom! Kijk eens, het is toch even sick, hè. Dit is echt vet. Abonneer op BFM. Hopelijk is de boodschap nu dus ook duidelijk en gaan jullie allemaal massaal abonneren op naar de 3000 abonnees. Dit is zo vet. Wie heeft het in zijn living? Ja, ik. Ik weet het, ik. Dit is zo sick. Hopelijk hebben jullie genoten van de reacties van de mensen op mijn nieuwe muurschildering. Er komen sowieso nog nieuwe reacties aan. Want er zijn ook een deel van mijn vrienden die de vlogs niet kijken. Dus die gaan het ook volledig niet doorhebben. Ik heb ook geen foto's gestuurd naar niemand niet. Dus als er binnenkort nog mensen over de vloer komen, gaan we hun reactie ook vastleggen op mijn nieuwe muurschildering. Zo vet dit. Dit was dan de vlog voor vandaag. Hopelijk hebben jullie genoten. Vergeet niet te liken, te reageren, te abonneren en te stemmen op mij voor de jamies.be. En dan zie ik jullie morgen om 5 uur in een gloednieuwe vlog. Ciao!